Joost, lieverd. Eindelijk. Schat, we waren zo ontzettend ongerust. Schenk even wat te drinken voor erin. Hij heeft bekend. En dat ongeluk? Dat was zelfverdediging. Dat was allemaal zijn eigen schuld. Je hebt een spijkerpistool meegenomen. Wat is er precies gebeurd? Ik wilde Nick tot een bekentenis dwingen en daarom heb ik dat spijkerpistool meegenomen. Maar het was nooit mijn bedoeling om te schieten. Het gebeurde in een reflex. Ik kon er niks aan doen. Ik schrok er zo van dat ik dat pistool ook liet vallen. Nick raapte het op en bedreigde me. En toen? Charlie wilde ertussen komen. Ik probeerde hem tegen te houden en toen hij wilde schieten, toen duwde ze hem weg. En het schot raakte het touw van de kandelaar. En die viel naar beneden, bovenop Nick. En het gebeurde allemaal zo snel. Het is voorbij nu. Ja. En ik begrijp het heel goed dat jullie allemaal vragen hebben, maar ik heb nauwelijks geslapen vannacht, dus... Als jullie het goed vinden, dan ga ik mijn bed in. Als je iets nodig hebt, dan roep je, hè? Dank je. Ik doe wel open. Laat maar, laat maar. Hey. Ik vroeg me af of jullie zo... George! Hey, ga je toch niet slapen? Ja, zo. Ga je weg? Nou, ik moet naar mijn werk. En ik ben al laat. Maar ik kan ook afbellen als je wilt. Ik blijf natuurlijk liever bij jou. Nee, dat hoeft niet. Zeker weten? Oké. Ja, goed dat je er bent. Want Suze is weer naar beneden gekomen. En ik moet naar mijn werk nu. Ga maar, ze is in goede handen. Ik zie je vanmiddag, hè? Doeg. Dag. Hey. Bagels. Lekker. Zo. En dan ga je me nu vertellen wat er echt gebeurd is. Dat heb ik gedaan. Je liegt slecht. Ik ben niet boos op je. Ik wil alleen maar dat je eerlijk tegen me bent. Dan kan ik je helpen. Ik heb je verteld wat er gebeurd is. Je bent Nick achterna gegaan met een spijkerpistool om hem tot een bekentenis te dwingen. Ja. Wat is er echt gebeurd? Heb je op Nick geschoten? Nee. George. Ja. Ik heb hem in zijn voet geschoten. Per ongeluk. Ze moesten naar me luisteren. Dus ik heb zonder schot gehouden. Maar dat was ervoor. Waarvoor? Voordat hij toegaf dat hij me verkracht heeft. Wat gebeurde daarna? Niks. Ik heb je verteld dat het heel snel ging allemaal. Charlie... Heeft Charlie iets gedaan? Heeft Charlie op Nick geschoten? Toen hij het toegaf. Charlie heeft altijd in hem geloofd en... Toen was alles stuk. Ze is totaal in de war. Dus je liegt om Charlie in bescherming te nemen. Maar weggaan? Ik heb het wel een beetje gehad. Spijt achteraf is onzin. Nee, dat is het niet. Charlie is net zo goed slachtoffer als ik en misschien nog wel meer. Iemand heeft haar ergens toe gedwongen. Ik had meteen aangifte moeten doen. Ik had niet naar jou moeten luisteren. Ik zeg niet dat het jouw schuld is. Schuld heeft er helemaal niks mee te maken. Maar ik heb het allemaal zover laten komen. George, je moet niet zo hard zijn voor jezelf. Ik ben Nick achterna gegaan met een spijkerpistool. Hij had wel dood kunnen zijn. En Charlie is totaal de kluts kwijt. Je bent verkracht. Je moet jezelf niet overal de schuld van geven. Dat doe ik ook helemaal niet. Ik moet alleen wel toegeven wat ik gedaan heb. Als ik meteen aangifte had gedaan... Als ik me had laten onderzoeken op verkrachting, dan hadden we bewijs gehad en dan zat Nick nu in de gevangenis. Misschien had ik moeten zorgen dat je aangifte deed. Daar heb je wat aan.
Mam. Ik ben blij dat je er bent. Sukkel. Ik ben zo blij dat jij er bent. Toen Nick toegaf, hè? Het klinkt een beetje gek, maar... ik werd bevrijd. Het was wat ik wilde. Maar Charlie... alles waar ze de laatste paar maanden in geloofden, dat is kapot. Kom je niet meer weg. Een cynicus zou zeggen dat me dat al gelukt is. Je vergist je, Martine. Dit is pas het begin. Ik kan ervoor zorgen dat je alles terugkrijgt wat Martine je heeft afgenomen. Je wordt rijk. Net als vroeger. Ik kom toch al later al. Hoe is de kamer 13? Ja, ben ik al geweest. Natuurlijk een bosje bloemen mee moeten nemen. Ga dan maar even terug naar de bloemenzaak in de hal. En als je daar bent, blijf dan maar lekker daar. Rustig bezoekuur. Blijkbaar zijn niet veel mensen geïnteresseerd in hoe het met je gaat. Hoe gaat het eigenlijk met je? Sorry. Eens even kijken. Je had natuurlijk al veel eerder gecastreerd moeten zijn, maar achteraf ben ik blij dat ik daar mijn handen niet aan vuil heb gemaakt. Is toch nog alles goed gekomen? Ben je klaar? Met jou? Bijna. En om te bewijzen dat ik best wel aardig kan zijn, geef ik je de kans om in alle rust beter te worden. Maar daarna lijkt het me heel verstandig als je de stad zo snel mogelijk verlaat. Ik heb ongewenst bezoek. Ik sta net op punt om weg te gaan.